Het was in de Fleketijr dat de initiatiefnemers van de Genkse wijk- en straatfeesten waren uitgenodigd. Door de stad gesponsorde wijk- en straatfeesten zijn in Genk. We zijn hier vandaag op de bedankdag voor de organisatoren van straat- en wijkfeesten. Een dag die wij als stad en als dienst wijkontwikkeling om de 2 jaar organiseren om de mensen die elke dag, elke week, elke maand verantwoordelijkheid nemen in hun eigen straat of wijk, om die eigenlijk te bedanken. En we verwachten vandaag toch meer dan 300 mensen die allemaal afgevaardigd zijn van een van de tussen de 180 en 200 straat- en wijkfeesten die we elk jaar ondersteunen. En ja, we zijn heel blij dat deze mensen vandaag allemaal komen. We bieden hun een hapje aan, een drankje en vooral gezellig samen zijn en wat uitwisselen van ideeën. En ik herinner me nog toen we 8 jaar geleden begonnen met wijkfeesten en straatfeesten te ondersteunen. Ik denk dat we er toen een 30, 40 hadden op jaarbasis. Wel, ik kan u zeggen dat we in 2013 op om en bij de 200 zitten. Dus u ziet, op 8 jaar tijd is dat ongelooflijk toegenomen. En ook dit jaar is het alweer een heel succes, want we zitten al met 77 straatfeesten en bijna 20 wijkfeesten. Dus dat ziet er weer uit dat ook dit jaar weer een recordjaar wordt om mensen bij elkaar te brengen. En niet alleen ik ben daar heel fier op dat jullie dat doen en dank u daarvoor. Ook onze schepen van wijkontwikkeling, Joke Quintens, en die geef ik dan nu ook meteen graag het woord. We hebben een jaar geleden een nieuw meerjarig beleidsplan opgesteld met de nieuwe coalitie, waarin samen stad maken eigenlijk een hele belangrijke rode draad is. En ik ga even citeren wat daar staat. Genk is een stad waar steeds meer inwoners en actoren, er moeten altijd moeilijke woorden in staan, goesting krijgen in het nemen van allerhande initiatieven in de stad voor elkaar en voor anderen. En ik denk dat dat perfect is wat hier gebeurt, wat jullie doen met jullie straat- en wijkfeesten. De Noord-Zuid-ambtenaar Nadia profiteerde ervan om Fairtrade-producten aan te prijzen bij de organisatie van de straatfeesten. Onder de juiste omstandigheden. En de juiste omstandigheden zijn een eerlijk loon voor de boeren, geen kinderarbeid en respect voor het milieu. Nu, waarom kom ik dit hier vanavond vertellen? Het is zo dat de stad al bijna 10 jaar de officiële titel heeft van Fairtrade. Dat wil zeggen dat de stad zelf een engagement heeft. Het wil zelf het voorbeeldrol spelen, zo serveren wij in het stadhuis altijd Fairtrade. De t-shirten van de werkmannen zijn Fairtrade. We zetten daar heel sterk op in. Plus, we willen de bevolking overtuigen van Fairtrade. Na het officiële gedeelte werden nog heel wat contacten gelegd en plannen gesmeed voor de toekomstige straatfeesten voor dit jaar.